Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik zit aan mijn ontbijt en mijn kop koffie. Maar ieder moment kunnen de mensen van de zonnepanelen voor onze deur staan. Er worden vandaag namelijk zonnepanelen op ons dak gelegd. Dus ik weet ook niet wat ik vandaag kan gaan vloggen, want die mensen lopen hier op en af. Maar er komen vandaag zonnepanelen op ons dak, dus het is een denk ik storm en inval vandaag hier in huis. Ik wil vandaag nog wel even naar de kringloopwinkel. Ik denk dat ik het zo meteen even ga doen. En voor de rest heb ik niet eens heel veel plannen. Ik ga lekker mijn krekkertjes opeten. Ik ben inmiddels wel al helemaal klaar uiteraard. Ik stond vanmorgen om 5:45 stond ik op. En het is nu bijna 7:30. Dus de mensen dan zo, ze hebben dus 7:30, 8:00 voor onze deur staan. Dus ik ben ook helemaal opgemaakt en al. Ik ben helemaal aangekleed. Helemaal ready. Maar ik ga mijn krekkertjes eten en dan wacht ik wat de mensen hier zijn en dan kijken wat er de rest van de dag gaat gebeuren. Ik moet de vlog nog bewerken, dus dat ga ik ook zo even doen. En zo zijn we allemaal lekker een beetje bezig. Goed, het is inmiddels 7:55. De mensen zijn er nog niet, dus dat komt goed uit. Dan kan ik jullie nog even vertellen waarom ik dus naar de kringloop wil. Ik wil naar de kringloop omdat ik aan deze kant, kijk, mijn kamer is natuurlijk zo ingedeeld met mijn kledingkast, mijn bed, de gele kast staat daar, mijn bureau staat daar. En hier staat nu niks meer. Hier stond mijn bureau. Het is veel te warm bij het raam. Het zit ook helemaal niet fijn hier in de hoek. Dus ik wil hier in de hoek een stoel gaan neerzetten. Een soort vertaalstoel-achtig iets. Maar die moet ik dus wel hebben. En ik dacht eerst, ik ga gewoon kijken bij winkels. Maar dat is 2 per duur. En toen dacht ik, ja, daar heb ik gewoon geen zin in om dat te gaan doen. Dus toen bedacht ik me, weet je wat, ik ga... We zijn hier aan het boren, aan het klussen al 2 weken. Dit hoor je elke dag, vreselijk. De hele dag. Maar goed, in ieder geval, ik wil dus een stoel of iets van een stoel of bankje of zo. En dan een klein tafeltje erbij en dan die plant. Want ja, ik wil hier dus een klein zithoekje creëren, zodat ik niet altijd op bed hoef te zitten. En aan mijn bureau zit ik natuurlijk ook niet altijd. Nu wel, omdat ik anders op bed moet zitten en dat wil ik juist een beetje voorkomen. Dus, zo gezegd, zo gedaan, wil ik hier een bankje hebben. En dan wil ik op de plaat die hier hangt, die witte plaat, die is helemaal leeg natuurlijk, wil ik kijken of ik op formaat van die plaat een soort grote poster kan laten bedrukken met iets van een bistrootje. Een soort terrasje-achtig in Parijs of in Antwerpen of zo, ik weet het niet. Of uitkijkend over de Schelde of zo, ik heb geen idee nog. Maar dat wil ik dus ook doen tegen de tijd. Dat je echt een soort gezellig koffie-zithoekje-achtig dingetje creëert hier. Maar ik dacht, waarom bij de intratuin, of bij intratuin, waarom bij IKEA of Gamma of Quantum, je Leenbakker, Jisk, waarom daar kijken? Terwijl daar hartstikke duur is, terwijl je ook bij de kringloop kan kijken. En misschien dat er hele leuke dingen tussen zitten. En als het een beetje een redelijk afgetrapt stoeltje is, nou dan neem ik het uiteraard niet. Maar als het inderdaad als er een vlekje op zit of weet je wel, dat soort kleine dingetjes, dan denk ik ja. Weet je wel, dat weet je als je naar een kringloop gaat. En er zitten vaak ook gewoon echt pareltjes tussen. Dus dat is de reden waarom ik vandaag naar de kringloop ga. Ik ben trouwens verkouden. Ik weet niet hoe dat komt. Ik merkte dat vanmorgen in één keer. Ik denk, hey... Hoe kan dat? Maar misschien moet ik gewoon 1 keer op mijn neus snuiten en dan ben ik er vanaf dat zou nog kunnen. Dus ja, de planning is vandaag om uiteraard langs de kringloop te gaan. Ik weet trouwens nog niet wat ik met die grote plant doe hoor. Ik vind hem ergens mega in de weg staan. Maar ergens vind ik hem ook gewoon heel erg leuk. Maar hij vind ik eigenlijk net te groot voor mijn kamer. Beetje vervelend. Maar goed, misschien dat mijn ouders er beneden nog iets mee kunnen ofzo. Ik weet het niet. Of boven. Dat kan ook. Maar ik ga dus vandaag naar de kringloop voor een stoeltje kijken. Of een bankje. Ligt eraan een beetje wat ze hebben. Ik heb wel een bankje gezien bij de IKEA. Dat is een blauwe. Maar nu denk ik, ja, blauw weet je. Ik heb hier niks blauw. De enige grote kleur aanwezigheid in mijn kamer is een gele kast. Voor de rest is alles wit of bruin. Dus ik dacht een beetje, ja, dat gaat hem dan ook weer niet worden een blauwe bank. Dat ziet er al helemaal niet uit. Dus ik wil proberen wel een beetje een neutrale kleur. Of een beetje zo'n oud roze kleurtje. Dat vind ik ook nog wel heel erg leuk. Of geel. Dat mag ook, want die kast is natuurlijk ook geel. Dus dat vind ik niet erg. Dus ik
ben benieuwd wat ik ga vinden vandaag. En als ze iets hebben, dan kan ik uiteraard niet die stoel meenemen met de bus in. Maar mijn pa is vandaag thuis in verband met mensen met zonnepanelen. Dus hij heeft zijn bus ook tot beschikking. Dus mocht er inderdaad iets zijn, dan vraag ik gewoon of ze het apart zetten. Bereken ik het alvast af. En dan kan ik gewoon mijn pa die stoel op laten halen vanavond. Dus het zou helemaal top zijn. Oké, genoeg geklets. Ik ga mijn neus snuiten. Mijn koffie opdrinken en de vlog editen, want dat moet nog gebeuren. Goed. De mannen van de zonnepanelen zijn net gearriveerd. Ze zijn een uurtje later dan gepland. Het zou de 8 uur zijn, dus een 9 uur. Maar goed, maar niet uit. Ik weet ook niet waar ze vandaan komen. Maar ze zijn nu boven. Ze gaan zo de stelling opbouwen, even checken. En dan gaan we het allemaal meemaken. Wel gelukkig twee gezellige jongens. Niet dat je van die rare mensen hebt die met zo'n smoel lopen of zo. Dus dat is wel leuk. Dus nu ga ik onderweg naar de kringloop. En paps en mams blijven thuis. Ik heb trouwens een groen shirtje aan van New Yorker. Jas is van een boutiqueje. Broek is van een boutiqueje. En schoenen zijn van Adidas. Ik heb een beetje zo'n werkmode vibe nu ik het aan heb. Maar goed, maar niet uit. Op naar de bus. Goed. Eerlijk is eerlijk. Het wordt tijd voor een rijbewijs. Maar ik ben ook echt blij dat er van die kleine busjes bestaan hoor. Ik sta nu gewoon echt binnen 5 minuten aan de andere kant van Spijkenis. Ideaal. Maar goed, op naar de Rattenplan. En hopelijk kan ik daar überhaupt leuke dingen vinden. Maar we gaan sowieso voor een stoel. Dus we zijn gearriveerd. Let's go. Goed, ik heb al 2 potentiële dingen gezien. Een groene stoel, maar nou ben ik niet heel erg weg van die kleur. Of, oh die is ook wel mooi. Die is 20 euro. Of een bruine stoel. Ik ga het even laten zien. Maar deze ziet er ook wel goed uit. Alleen ook weer de kleur. Dat is hem toch niet helemaal. Ik heb trouwens een klein glas in mijn mandje zitten. Ja, ze hebben ook van die relaxstoels en zo. Van die hokkers. Kijk, deze vind ik nog wel een goeie. Die vind ik heel tof. En dat is ook wel echt een relaxstoel. Die vind ik heel leuk. Die is 35 euro. Die is toch een stuk goedkoper als dat ik in een ding eens ga kijken. En dan staat er daar nog een groene. Maar die kleur vind ik niet heel erg. Maar het model vind ik wel leuk. Kijk, dit vind ik ook heel tof. Maar die kleur, dat past niet in mijn kamer. En dat is echt super zonde. Want hij is wel gewoon heel erg leuk. Dit is ook een mooie. Ik zie alleen hier geen prijs van staan. Daar zit nog een bruine stoel. 45 euro. Ik zag er daar net een voor 50 euro. Dat was echt wel een hele mooie stoel. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Goed, ik heb 20 rondjes gelopen. Die blauwe is echt top, qua maat ook. Alleen, die kleur past gewoon niet in mijn kamer. Dat vind ik heel rot. Ik had daar net een stoel. Maar dat is te breed. Deze zit ook echt top. Maar ik weet de prijs daar niet van. En dan heb ik die andere bruine nog. Het is echt verdomd moeilijk nog om een stoel uit te zoeken. Het is ook heel erg van, joh, wat past er door het trapgat heen? Als het niet past, dan zit ik met die stoel thuis, die niet past. Oké, ik heb de knoop doorgehakt. Dit is hem geworden. De bruin-grijzige stoel. Die is minst groot, zat het meest lekker, dus dat is top. Yay! Ik ben geslaagd. Super chill. Ik wilde dus eerst die, ik zag uiteindelijk nog een wittere stoel staan, dus een soort plastic nep leerachtig. Maar ik gleed ook, ik voel me er over die stoel heen glijden. Ik denk, ja, dat wordt hem ook niet, want dat zit gewoon op een gegeven moment niet lekker. En deze stoel, die ik nu dus heb gekocht,
Die zat gewoon top. 17 euro jongens voor een stoel. En vertel. Nou, als je naar de IKEA gaat of alleen wakker of zo, ben je honderden euro's kwijt. De goedkoopste vertel die ik leuk vond, die ik had gezien, die was 160 euro. En ik heb nou een superleuk stoel. Bruine gekleurde stoel. Voor serieus maar 17 euro. En dan had ik dat kleine glaasje natuurlijk. Maar ik ben echt helemaal blij. Ik heb gewoon een stoel gevonden. En dan halen we hem vanmiddag of morgen op met mijn Pasenbus. Dus helemaal leuk. En als het goed is was die even... Want ik heb in het verleden natuurlijk... Als jullie me heel lang volgen, dan weten jullie dat ik in het verleden... een gele stoel heb gehad in mijn kamer. Die komt bij mijn tante vandaan. En dan mijn idee was deze... net zo breed als die gele stoel. Dus... dat moet allemaal gaan passen in mijn kamer. En anders dan hebben we een probleem. Maar we gaan kijken hoe we het gaan doen. Goed, ik heb net even voor lunch gezorgd voor de mannen. Ze hebben lekker gegeten, hamburgertjes gemaakt. En ik ga even in de tuin een fotootje maken. Want het is lekker weer. En mijn outfit vind ik er leuk uitzien. Ik draag niet vaak witte broeken. En nu vind ik het wel leuk. Dus ik ga even een fotootje maken. Goed. Even lekker een fotootje geknipt die ik op Insta geplaatst. Gewoon hier. Ziet er niet heel erg boeiend uit. Maar ik ga ook even eten. Want iedereen heeft eten. Behalve ik. Dus ik heb een trek. En we gaan straks de stoel ook gelijk halen. Ik ben benieuwd. Goed, ik sta even op zolder. Want de mannen zijn zojuist vertrokken. En jongens, daar liggen ze. Onze zonnepanelen. Het ziet er toch eigenlijk wel echt heel mooi uit. Super tof. En het grappige is dat mijn pa die checkte daarnet. En we verbruiken dus serieus niks nu. En dat is wel heel grappig om te zien. Ik heb trouwens twee broeken gehaald. De een is iets cremmiger als de ander. Die is wat witter. De een is ook skinny. Deze is straight. En deze is skinny. Want ik heb deze twee keer gekocht. Maar ik dacht, voor werk is dat ook wel lekker. Dus ik heb er echt twee. Op naar de... Huh? Oh, je kan er niet in. Oké. Op naar de stadswerf. Oké. Okay. Hij staat. Vind ik me zo blij. Ik moest alleen mijn bed wel opschuiven, anders had ik wel iets te weinig ruimte. Daar aan die kant. Dus ik heb dat die ding omgewisseld. Maar ik ben helemaal blij. Kijk. Oh, hij is er. Ik ga hem alleen even uitstofzuigen nog. Maar oh. Dit is toch top? En dan ga ik hier iets creëren van zijnde een posterwand of zo. Dan wil ik hier een tafeltje zetten. En hier een klein poefje op de grond. Die heb ik trouwens. Die staat in de kamer hiernaast. Want dan kan ik daar... Oh, ik zit trouwens nog een beetje in de zon ook. Dan kan ik daar mijn voeten opleggen als ik dat wil of zo. Maar dit is toch heerlijk? 17 euro jongens. Wat willen we nog meer? Top. En het is bruin. Het past ook gewoon in mijn kamer. Ik heb wit en bruin in mijn kamer. Dus perfect. Helemaal leuk. Ik ga even de stoel uitstofzuigen. En dan ga ik denk ik lekker met mijn laptop op schoot. Met mijn schoottafel dingetje. Lekker hier zitten. En wat ik trouwens wilde doen, maar dat ga ik nog even in overleg doen met mijn ouders uiteraard. Want het is de slaapkamer van mijn ouders boven. Is mijn bureau naar boven verplaatst. We hebben daar namelijk een wand staan. Waar nu niks meer tegenaan staat. Omdat we aan het opruimen zijn geweest. En ik dacht, misschien is het leuk om mijn bureau daarboven te zetten. Aangezien ik
alleen aan mijn bureau zit als ik moet editen. Maar dat kan ik ook gewoon hier met een tafeltje op schoot. Dus ik wil even kijken hoe en wat ik daar mee ga oplossen. En uiteraard wil ik hier op het tafeltje wat ik dan hier neergezet heb. Maar ik denk dat ik een hoger tafeltje ga aanschaffen. Want dat tafeltje wat ik heb is een soort dekenkistje. Maar dat is heel erg laag. Dus, maar ik wil daar een lampje ook op zetten. Dus even kijken wat ik ga doen. Maar ik heb in ieder geval nu een stoel. Ik ga even mijn oma bellen dat hij er is. En daarna dan ga ik even stofzuigen. Nou jongens, dit is toch helemaal top. Ik zit gewoon heerlijk op mijn stoel. Ik ben helemaal geïnstalleerd. Hij is schoon. Ik moet hem alleen zo nog even inspuiten, want hij stinkt naar kringloopwinkel. Maar goed, maakt niet uit. Nee, ik ben echt helemaal blij met dit hoor. Helemaal top. Ik heb lekker mijn tafeltje gepakt. Ik zit lekker even op de Action website te kijken, want ik wil dus een klein tafeltje aan deze kant of hier. Ik denk aan die kant. Maar ja, ik heb dus alleen maar hele lage tafeltjes. En dat is dus geen doen met dit. Of moet ik maar even zo te zeggen. Dus ik wil of vanavond nog. Het is alleen is dat 10:04. Maar ik wil of vanavond nog of error. Of morgen. Zo, goedemorgen jongens. Of morgen wil ik naar de Action toe. Trouwens, mijn make-up is echt vet uitgelopen. Want ik heb dus bij de Action online allemaal tafeltjes en dingen gezien. Trouwens, super blij mee. Want er zit echt wel iets leuks tussen. Dus ik hoop dat ik dat ook ga vinden. Bijvoorbeeld, wacht, ik ga het jullie even laten zien. Bijvoorbeeld dit tafeltje. Die leek me echt super leuk. Dit kan je ook afhalen. Dan heb je een dienblad. Dus dat vond ik wel heel cute. Of deze. Deze vond ik eigenlijk. Dit vind ik eigenlijk. Dit is meer gewoon zo'n bijzettafeltje die je ook om bed schuift of zo. Deze is trouwens ook goedkoop. Maar is ook echt super leuk. Kijk. Dat hem in het wit. In het zwart. In het mintgroen. Maar dat zou ik dan niet nemen. En je hebt ook deze. Maar dit vind ik dan weer minder leuk eigenlijk. Ik vind dit dan leuker. En die zijn tot mijn verbazing ook nog best wel hoog. En dan had je ook nog zoiets. Vind ik ook grappig. Kijk, dit heb ik. Die staat aan de andere kamer hiernaast. Maar die zijn super laag. Dus daar heb ik gewoon geen moer aan. Even kijken hoor. En dan heb je... Ik had er nog één gezien. Dit is echt zo'n inklaptafel. Dat vind ik dan weer zonde, weet je wel. Dus nee, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk wel, wel leuk. Ik ben benieuwd. En eigenlijk zat ik te denken, dit zou ik, dit is zo'n opvouwbaar kontafeltje. Maar die zou ik eigenlijk gewoon nog hier aan de kachel kunnen hangen. Dus misschien dat ik die ook gewoon op de gok ga kopen. En zo niet, als ik er niks mee kan, dan geef ik hem denk ik aan de vriendin van mijn moeder, want die heeft een balkon. En anders weet ik het ook niet. Of aan Natuska, dat kan ook nog. Die woont natuurlijk ook met een flatje met een balkonnetje. Dus eventjes kijken hoe of wat. Ik heb trouwens zojuist mijn telefoonhoesje gesloopt, want ik trok mijn popsocket er per ongeluk af. En nu zit er helemaal zo'n vieze plaklaag die ik er niet af krijg. Maar goed, maar niet. Dus ja, wel een leuke dag trouwens vandaag toch. Ondanks dat de mannen hier druk bezig waren, ben ik wel blij hoe de dag zo een beetje is verlopen. Ik ga trouwens even wat drinken. Ik heb dorst. En ik ga zo meteen pasta eten. Mijn moeder heeft aardappels en gehakt eruit gegooid, maar ik ga dat niet eten, want ik heb ook nog pasta wat op moet. Dus ik ga de pasta opeten.